Hey, we zijn nu de kelder van de Domburg. De achtergrond is natuurlijk de Filistast. Die we uiteindelijk in de kastenbouw moesten dus leven als de vat hebben. We hebben hier de Filistast gedaan. De Filistast gaat uiteindelijk de brug naar Gentle Green. Dennis, onze uitvoerder. Gaat het goed? Jazeker. Uiteindelijk als we doorlopen in de kelder, we hebben hier een klein utiliteitsverdelertje. De transmissiekast. Uiteindelijk moeten we de brug op afstand, dat we niet gaan horen. Vanuit de centrale linie in Wisken, dat is de eerste binnenland. En als we dan doorlopen, dan komen we weer naar de lopen. Lopen we nu door naar de technische ruimte. Stukje de machine ruimte, de kelder van de dokbrug. De besturingskasten. Deze bestuurskasten hebben we tijdens de vat hebben we die ook al afgenomen bij Instrumento in de kastenbak. Onze uitvoerder Dennis, die is druk bezig. We zijn uiteindelijk op dit moment allerlei kabels aan het trekken, aansluiten. We weten het ijswerk. We gaan nu de achtergrond zien de hydrolietrijgraaf. De hydrolietrijgraaf geleverd door Hydropak. Middels de hydrolietrijgraaf is uiteindelijk de bedoeling dat we dan komen we nu binnen in de kelder van de dokter. In de kelder, daar vinden we uiteindelijk de hydrolietaggregaten, onze besturingskasten. De besturingskasten die hebben wij tijdens de kastenbouw bij Instrumento al afgenomen. Daar zijn ze gebouwd en getest. De hydrolietaggregaten is uiteindelijk geleverd door Hydropak. Gezamenlijk zullen we er uiteindelijk voor zorgen dat de brug kan bewegen. Dan hier op de achtergrond kijken hebben we nog een klein bestuurskastje. Uiteindelijk is het bedoeling dat de brug afstand niet wordt vanuit de centrale verdiening in Wisken van de provincie. Dan hebben we Dennis. Dennis wil eruit doen. Gaat goed? Ja. Ja, alles goed voor je? Alles goed, ja. En dan lopen we uiteindelijk hier de kelder eruit om naar de Amai-toren te gaan, naar de andere zijde.